Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond zijn er in het binnenland nog enkele buien mogelijk met onweer, terwijl het in de avond overwegend droog blijft. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel of mist in enkele gebieden. Morgen, dinsdag 19 december, komen er in de middag perioden met buien die soms gepaard zullen gaan met onweer. De Meteorologische Dienst meldt voor dinsdag 19 december geen bijzonderheden. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.